Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft op 10 oktober de Dag der Marrons bij monden van minister Edgar Dikan aangekondigd dat de naam Marron voortaan niet meer gehanteerd zal worden. De nieuwe benaming voor deze groep Surinamers wordt Afro-Surinamers in het binnenland. We vroegen Ivan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, wat hij vindt van dit initiatief. Ik vind het een goede stap. Ik zou het verder willen verbeteren. Afro is hetzelfde als African. Maar we kunnen liever één naam gebruiken. We zijn in de nieuwe wereld, Amerika, het Caribisch gebied. En in het Caribisch zegt men, we are African Caribbean. In Amerika zijn we African American. Waarom zouden we Afro hier gebruiken? We zijn African Surinamang. Maar ik vind het een hele goede stap. Want de naam Marron, ik wil het niet eens gebruiken in mijn mond, want ik vind dat ik mijn mensen beledig als ik het gebruik. Omdat de kolonisator de naam gegeven heeft met een negatieve lading. De lading is negatief, net als hoe men zegt, weggelopen vee. Iets dat weggelopen is, daar ben je boos op. Net als de Amerikaanse, die zeggen, ik wil niet geen nigger genoemd worden. Om een neger in Amerika heeft een negatieve lading. Ik zeg, ik wil het niet hebben. Ik ben uit Afrika, ik ben een African American. En ik denk dat we, hoe moeilijk het ook is, ik zeg, je moet mensen geen pressie uitoefenen op mensen. Maar je moet iets geven voor lange termijn. Iets blijvend. Niet vandaag iets geven en over een jaar weer veranderen. Nee, we hebben 20 jaar geleden hebben de naam gegeven als federatie van Wina Afrikaans Surinamers of Afrikaanse Surinamers. Wijngaarden wijst erop dat degenen die zich nog steeds Marron of Juka willen noemen, het mogen doen. Als ze wijs geworden zijn, zullen ze daarvan afstappen, zegt hij. Voor de federatievoorzitter is belangrijk dat er één naam gebruikt wordt die verantwoord kan worden. Sommige mensen praten in dit context over geschiedvervalsing in die namen van mensen of plaatsen worden veranderd. Wijngaarden blijft echter hameren op de negatieve lading van het woord. Want dat moet volgens hem niet uit het oog verloren worden. Die lading mag je niet op je nemen vandaag aan de dag. In deze tijd waar we streven naar zowel mental slavery willen vanaf zijn. Lichamelijk zijn we al kwijt, maar mental willen we ook kwijt. Dan kan je geen lading op je nemen. Absoluut niet. We moeten van afkomen. En dan ga je niet onder druk, maar je moet het stellen. Dat is wat die mensen zeggen. Ik zeg, ik maak me niet boos. We hebben Surinamtongo. We praten Surinamtongo. Het is geen takkie-takkie. Het is een taal en een geweldige taal waar iedereen zichzelf kan terugvinden in. Je hebt bijna alle talen, alle kolonisatoren, hun deel van hun zit in de taal. Afrika zit erin, Nederland zit erin, Duitsland zit erin, Engels zit erin, Spaans zit erin. Dus het is een geweldige taal. En niemand kan zich schamen voor de taal. De taal is mooi en iedereen kan zich terugvinden. Klanken vind je erin. Ivan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, die een uitgesproken mening heeft wanneer het aankomt om de benaming Marrons te gebruiken voor onze broeders en zusters in het binnenland. Hij juicht dus het initiatief van het ministerie van RO toe om te praten over Afro-Surinamers in het binnenland.